Goedemiddag, mijn naam is Dirk Heesen. Vandaag heb ik mijn projectpartners Damien Waardenburg, Marvin Revier en Gillian Groenhoff u een consultancy geven voor het bedrijf Giraffe Coffee. Deze consultancy zullen wij aan de hand van het Abel-model, het Porter-model, de T-step-analyse en het Accenture-model analyseren. En uit deze analysatie hebben wij bepaalde conclusies getrokken. Bij de D-step-analyse wordt de branche geformuleerd en hebben wij de trends achterhaald. Hieruit blijkt dat vooral oudere mensen veel koffie drinken. En ook dat het onder jongeren steeds hipper wordt om ook koffie te drinken. We hebben de 5 krachten van Porter onderzocht door het maken van een enquête. Hieruit hebben we informatie gekregen over welke krachten er van invloed zijn op Giraffe Coffee. Leveranciers hebben een relatief grote invloed op Giraffe Coffee. Zo hebben we ondervonden dat Giraffe Coffee erg afhankelijk is van zijn leveranciers. Het is dus ook een zaak om dit goed te onderhouden. Ook is de substitutiekracht heel erg groot. Zo kan je dat bijvoorbeeld zien aan de theebranche. Volgens het Accenture-model heeft het bedrijf Giraffe Coffee een stuk minder potentie dan de grotere concurrenten Santos en TikTok. De vraag nu is hoe dat geholpen kan worden. Volgens het Abel-model van Giraffe Coffee hebben wij geconstateerd dat de werkterreinen van Giraffe Coffee voor de behoefte, de prijs, afkomst, kwaliteit en smaak is. Het werkterrein van de afnemer zijn koffiehuizen, hotels en restaurants. Het werkterrein voor technologieën zijn cafeïnevrije koffie, gebrande koffie, ongebrande koffie en biologische koffie. Het is voor het bedrijf Giraffe Coffee dus zeer belangrijk dat ze zich focussen op de bedreigingspunten van substituten. Die punten zijn bijvoorbeeld thee. En wie er veel thee drinken, zijn vooral vrouwen van middelbare leeftijd die gezellig met de vriendinnen gaan high tea'en. Onze aanbeveling aan het bedrijf Giraffe Coffee is dus dat je van high tea high coffee moet maken.